Een bos met tamme kastanjes. Mm-hmm. En eigenlijk is het een beetje een smulbos avant la lettre. Een paar jaar geleden hebben we hier al alle takken weggehaald om het bos maar optimaal toegankelijk te maken voor mensen met of zonder hoofddoek. Maar de takken die op de grond liggen? Ja, ja. Zodat het goed begaanbaar is, ja, om de kastanjes te rapen. Ja, ja. En nu liggen er dus wat nieuwe takken bij. Misschien laten we die wel liggen zo hoor, met ze geconcentreerd liggen. Mm-hmm. Maar hier zijn we weer bezig geweest om die grote tamme kastanjebomen flink de ruimte te geven. Hier liggen, hier vallen heel veel vruchten. Ja. Ja, en dan is het heel druk. Hier dit gebied van het park, dat gebied van het park, om allemaal maar kastanjes te rapen. De Amerikaanse eik, mooi blijven staan. Met een haagbeuk onder. Daar een grote tamme kastanje. Hier een tamme kastanje. Daar een grote tamme kastanje. Zo'n dunning is dus volledig het thema ruimte voor bomen. Ja, terwijl mensen die voorbij komen, die zullen denken, mijn hemel. Ja. Ja. Wat zijn ze nou weer aan het doen? Ja. Er is hier een bosje in Meerhoven bij Flight Forum. Wat de beheerder van de bomen in Eindhoven heel mooi wil hebben. En die heeft daar een paar jaar geleden al in gedund, stevig in gedund, omdat de bomen echt mooi groen zouden blijven tot van onderaf aan tot boven. En toen werd het deze winter weer gedund. Toen kwam de krant erbij. Wat gebeurt daar nou weer? Zoveel bomen eruit. Ja. Ze zijn naar de krant gegaan, met de man, met de journalist gaan kijken. En de volgende dag stond er een mooie kop in de krant. Ruimte voor bomen. Ja, ja, ja. En dat is ook het thema, hè? Ja. Niet zozeer we gaan bomen kappen. Ja, dat is wel wat je doet. Maar de insteek is, je geeft ruimte aan bomen waar je voor gekozen hebt. Ja. Waar je voor kiest. Hoe doe je dat dan? Ja, dat kan zijn door gebouw weg te halen. Ja. Maar dat is meer theoretisch. Dat hebben we nog nooit gedaan hier. Nooit een huis gekapt voor een boom. Maar ja, in een bos dan, of in een beplanting, dan kan je wel een andere boom weghalen om jouw voorkeurboom ruimte te geven. En wat ik wel fijn vind als mensen snappen, dat dat voor degene die de keuze maakt ook dikwijls heel pijnlijk kan zijn. Dat je het niet fijn vindt, dat je een moeilijke keuze vindt. We halen ook nu weer met deze dunning heel veel mooie bomen weg. Ja. En je weet dat veel mooie bomen die nu de ruimte hebben gegeven, die gaan op een gegeven moment ook weer verdwijnen voor een buurboom. Want een boom kan een eindeloos lang verhaal zijn. Nou, eindeloos. In ieder geval lang. Ja, het is lang. He? Hij kan maar het is jaren natuurlijk doorgaan. Toch het geheim van, als mensen dit zien, hoe komen ze dan bij de beweegreden? Vragen. Hoe communiceren? Vragen. En daar is zo'n krant of zo'n buurtkrant natuurlijk uitstekend voor. Dat is goed. Wij vragen ook wel vele mensen als we hier zijn. En ik roep mensen langs van, en, vindt u ervan? Ja, of mensen zeggen dat zichzelf, van nou heb je toch wel heel veel weggehaald. Ja, ja, ja. Ja, het is zo. Dan zeggen we, gelukkig staat er nog wat. Dus kijk naar wat er nog staat. Waarom? Ja, dan maakt het helemaal een desolate indruk, omdat er ook nog weinig blaadjes aan zitten natuurlijk. Ja, ja. Ja, wat ook zo leuk is bij dit park, dat je op allerlei plekken een hut ziet die gebouwd is. Als je naar daar kijkt, dat is een tamme kastanje ooit is omgewaaid. Ook daar zie je een hut gebouwd. En je gaat er vast daar nog veel meer zien. Ja, ja, allerlei ja. plekken. Dus er wordt hier heerlijk aangerotsoid en gespeeld. En er wordt ook toegestaan blijkbaar. Toegejuicht. Ik weet dat de beheerder ook toejuicht. En dat hij ook met zijn zoon een keer bezig is geweest hier. Leuk. Een mooi huis te bouwen.